tweeling, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is voor week nummer 38 en dat is van maandag 16 september tot en met zondag 22 september. De kaart is goed om te kijken wat week 22 voor je tweeling gaat brengen. Dan lijkt het tweeling alsof deze week een week is waarbij je heel graag dingen voor elkaar wil krijgen. En dan kan het zo zijn dat je heel erg met je hoofd gaat denken, dat je een bepaald doel wil gaan bereiken en dat je de rest eigenlijk niet meer ziet. Ik heb alleen het idee dat dat een gevoel geeft bij jezelf, dat je misschien wat mist. Of juist dat er heel veel dingen gebeuren en dat je eigenlijk niet weet waar je moet beginnen. En het lijkt zo te zijn dat je vooral het stukje mag combineren met je hoofd en je hart. Je doelen lijken de goede kant op te gaan, maar je mag niet vergeten om daarbij ook echt je gevoelstuk mee te nemen. En ik heb het idee op het moment dat je het combineert, dat je zult gaan merken dat stukken ineens veel sneller gaan. Dat er ineens een bepaalde overwinning gaat zijn. Dus probeer zeker wel met je hoofd te denken, want dat moet je natuurlijk ook nooit laten. Maar neem er een stukje gevoel in mee, want die combi lijkt deze week echt het stuk te zijn waarbij je heel veel dingen heel snel voor elkaar kan gaan krijgen. Dat is dan weer de korte weekhoroscoop. Ik hoop natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.